De harde lockdown is voorlopig voorbij. Dat betekent dat nu ook de cultuursector weer open mag, zei het met wat regels. Breda Nu ging langs bij het Stedelijk Museum en bij de Grote Kerk om een kijkje te nemen bij de projecten die zij hebben lopen. Hoe hebben zij de lockdown ervaren en wat staat er, nu ze weer open mogen zijn, voor moois klaar? 8 december heel veel mensen natuurlijk gehad en daarna was het klaar. En toen, hij zou officieel pas nog hangen tot 9 januari. Dus helaas kon dat niet meer voor de mensen te laten zien. Dus, maar gelukkig heeft de studio van Luc Jerram gezegd, we mogen hem doorzetten naar 30 januari. Dus vandaar dat we nu iedereen weer alles kunnen laten zien. Nou, we hadden een fantastische opening. Dat was de energie van de opening. We waren ook enorm blij met de tentoonstelling. Maar we zagen de bui natuurlijk al een beetje hangen. De maan is gewoon blijven hangen. Dus het personeel wat hier aanwezig was, heeft hem nog gelukkig kunnen zien. En we hebben er eerder mee te maken gehad en we zeiden tegen elkaar, vorig jaar hadden we een tentoonstelling Realisten helemaal opgebouwd. En toen hebben we zelfs de opening niet gehaald. Dus we zeiden, het gaat toch steeds beter. We hebben nu de tentoonstelling tenminste geopend. Nou, het is een maan, het is een geweldig kunstwerk. Het is leuk om te zien, het is een beleving die je hebt. We hebben er een soundscape bij, we hebben de podcast bij, een uitleg van de ontwerper zelf. Dus het is een hele beleving om zo in de kerk een kunstwerk te zien hangen. Het leuke van Vanwege Vincent vind ik dat Ron Derve in Sundert, die is eigenlijk een plek gestart waar die kunstenaars uitnodigt om een bepaalde periode te werken in de omgeving waar Van Gogh geboren is. Wat je ziet is dat als kunstenaars op zo'n plek zijn, dan worden ze bijna gedwongen om zich te verdiepen in Van Gogh. Dus de oppervlakkige manier waarop wij vaak naar Van Gogh kijken, de zonnebloemen, dit, dat, die verdwijnt. En wat voor man was dat nou eigenlijk? Hoe is hij opgegroeid? Wat was dat voor omgeving? Hij loopt door. We zijn bezig natuurlijk om de planning te herzien. Dus we willen dat de tentoonstellingen zo lang mogelijk te zien zijn voor het publiek. Dus deze tentoonstelling gaan we ook met 1 of 10 weken verlengen. En we zijn nu druk bezig om dat op orde te brengen. Want ja, dat is niet alleen maar in de kalender prikken. Maar het betekent ook dat je al je bruiklenen moet verlengen. Dat de tentoonstellingen die daarna komen weer moeten worden opgeschoven. Dus dat is best een hoop werk om dat goed te doen. Nou, we zijn gaan kijken natuurlijk of dat als we open zouden mogen wat we konden doen. Want we hadden een heel programma eromheen gebouwd. We hebben gelukkig een gedeelte van het programma weer op kunnen bouwen. We hebben bijvoorbeeld vrijdag en zaterdag zijn er weer Moon Tours. En zaterdag zijn er weer Moon Kids workshops. En we hebben zondag het slotconcert hebben we ook weer kunnen inplannen. Dus daar zijn we mee bezig geweest. Verder de dingen die de komende jaren nog in de Grote Kerk plaats gaan vinden. En wat mensen zich niet realiseren is dat wij vaak heel druk zijn in die periodes dat we dicht zijn. Ook eigenlijk de hele voorbereiding van nieuwe tentoonstellingen, dat loopt allemaal door. En we hebben een heel ambitieus programma voor de komende jaren. Waar we, dat zeg ik niet hardop tegen mijn eigen mensen, maar wel tegen jullie, waar we eigenlijk te weinig tijd voor hebben. Dus in zo'n periode wordt er heel hard doorgewerkt, onderzocht, in depot, gekeken naar financieringen van projecten. Zodat we voor de komende tijd ook echt weer de dingen kunnen doen die we willen doen. Wij zijn overdag zijn we open van 10 tot 5 en dan is het gratis toegankelijk. En in de avond zijn we open van 17:30 tot 20:00 en dan vragen we een kleine bijdrage. En dan kunt u tickets kopen via de site of aan de balie. 'S Avonds is het een heel spectaculair, dan is de maan natuurlijk verlicht. En dan hebben we de kerk ook verlicht met een bepaalde lampen. Dus dat is een hele ander soort beleving die je doet als overdag als de zon ook, althans het licht, door de kerk heen gaat. Wat ik ontzettend leuk vind is dat we hebben in het museum de afgelopen periode altijd 3 grote schilderijen hangen van een Bredase schilder, Hubert Leyendekkers. En Hubert is halverwege de 80, gaat elke dag nog naar zijn atelier. En we hebben nu de 3 schilderijen die er hingen weer vervangen door nieuwe schilderijen. Die hangen eigenlijk in de overloop. En dat zijn fantastische werken die niemand mag missen. Nou, Yoga Onder de Moon staat aanstaande zondag ook nog op het programma. Echt zondagochtend vorige keer bijna 50 mensen hier heerlijk op matjes, lekker rustig onder de maan yoga doen. Dus er zijn nog kaarten beschikbaar voor. Ook voor alle andere activiteiten, kijk op de website van de Grote Kerk. En kom vooral kijken.